Maandagmiddag zijn de nieuwe lokale horeca en voeding in het Regiuscollege aan de Hofstraat in Schagen officieel geopend. Dat gebeurde met het leggen van 3 kersen op een grote taart. De lokalen zijn een gezamenlijk initiatief van het Regiuscollege, het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusiuscollege in Schagen. Belangrijkste onderdeel van de nieuwe lokalen is een grote nieuwe keuken voor de voedingslessen van de 3 scholen. Naast de keuken is ook een eetruimte met bar te vinden. Na de officiële opening kregen de genodigden een kijkje in de keuken, waardoor leerlingen verschillende lekkere hapjes werden bereid. Anne Hoekstra, we staan hier in een prachtige nieuwe ruimte op het ROC, locatie Hofstraat, zeg ik het zo goed? Nou, je moet zeggen het Regiuscollege. En het Regiuscollege Hofstraat wordt gebruikt door zowel het ROC als door het Regius. En in dit lokaal is ook de samenwerking met het Coalitiescollege nog een keertje vormgegeven. Dus 3 onderwijsinstellingen die hier geïnvesteerd hebben en hier ook een opleiding geven op VMBO en MBO niveau. En dat is redelijk uniek, hè? Die samenwerking is er overigens al even, dacht ik, hè? De samenwerking tussen het ROC en het VMBO, dat is er al wat langer. Eigenlijk alle praktijklokalen in de gang waar we nu aanwezig zijn, die zijn in samenwerking met het ROC helemaal ingericht. Omdat als je deze opleidingen wil behouden in deze tijd, dan kan je dat als VMBO-school niet doen. En pas als je een partner vindt om mede te investeren in de grote verbouwingen die je moet doen, dan kan je het wel doen. We hebben in het ROC een partner gevonden die dat inderdaad ook doet. En dit is eigenlijk de laatste grote verbouwing die we hebben kunnen laten plaatsvinden. En in dit geval is ook een derde partner gevonden, het Clusiuscollege, die hier ook de opleidingen voeding gaan verzorgen. En daar bij voeding hoort een keuken. Daar staan we ook in, hè? Want er is hier een prachtige nieuwe keuken gerealiseerd. Ja, er is behoorlijk wat vierkante meter keuken neergezet hier. Dat is ook een hele kostbare zaak. Ik heb al eerder aangegeven, dat kan je dus ook alleen maar met 3 onderwijsinstellingen doen. Heel wat vierkante meters in een open omgeving. VMBO en MBO-leerlingen die kunnen elkaar zien. En wat ik net al even ook aangaf in mijn toespraak, je ziet dan als die VMBO-leerlingen die MBO-leerlingen zien, dat ze als vanzelf ook die vervolgopleiding willen gaan doen. En dat is heel mooi als je VMBO en MBO samen onder kan brengen in één grote afdeling zoals je hier ziet. We hadden het er net al over, een aantal onderwijsinstellingen die samen dit project realiseren. Zonder die samenwerking is dit ook niet mogelijk, hè? Zonder die samenwerking is het niet mogelijk. Het is een heel kostbare zaak. Je ziet om je heen hoeveel prachtige apparatuur hier staat. Dat krijg je echt niet in je upje voor elkaar. En als we die samenwerking niet hadden, dan hadden we de opleidingen horeca in Schagen echt moeten opheffen. En juist vanuit die samenwerking heb je voldoende financiële middelen om het wel te kunnen doen. En dat is natuurlijk prachtig. Zijn de leerlingen blij met de nieuwe ruimte? Voor zover ik heb begrepen vinden ze het ontzettend mooi. Alle apparatuur die ze nodig hebben om hun vaardigheden te leren, die staat hier. Ontzettend luxe. Ik denk dat een gemiddelde horecakeuken er niet beter uitziet dan datgene wat wij hier hebben. Dus het is prachtig. Ja. De gemiddelde horecakeuken is misschien wel een beetje jaloers op wat u hier heeft. Die is in ieder geval minder groot. Dat heeft te maken met het feit dat we heel veel leerlingen hier hebben lopen. Maar dat zou best kunnen. En dat horen we ook wel van de mensen die hier komen. Ja. Wethouder Hans Hedders, hoe belangrijk is deze nieuwe voorziening hier op het Regiuscollege voor het onderwijs in Schagen? Nou, die is zeker heel belangrijk. Als je kijkt naar de praktijkruimtes, hoe ze eruit zagen voor deze verbouwing, dan was dat niet meer dat je zegt, anno 2012, daar kunnen we onze praktijk in uitvoeren. Dus de verbouwing heeft op zich qua uitstraling is het zo mooi geworden dat nieuwe leerlingen kunnen zeggen, als ze hier een open dag hebben, kijk, dat ziet er heel aantrekkelijk uit. En zeker als je de vorige behuizing ziet. Want hoe zag die eruit? Omschrijf dat eens. Ik denk dat je daar dan moet gaan kijken naar praktijklokalen anno 1970, 1980. En op zich was dat voor toen was dat mooi, want dit zijn dure vierkante meters, zeg maar. Maar het kan niet meer als je wilt neerzetten dat je een goede opleiding hebt, dan hoort er ook de goede accommodatie bij. En anno 2012 is dit weer waar je zeg maar een jaar of 20, 25 mee vooruit kunt. En Schagen is toch een beetje horecastad, alle horeca rondom de kerk. Hoort daar zo'n goede horecaopleiding ook bij? Ja, zeker. Kijk, er zijn hier nu ook een aantal horecagelegenheden vertegenwoordigd. En die hebben natuurlijk hun mensen, hun leerlingen, hun opleiding hier. En je kijkt, als je hier om je heen kijkt, dit is eigenlijk gewoon een restaurant. Dus misschien wel een concurrentie voor de binnenstad. Maar hier wordt het geleerd. En dan is het mooi als je hier iets leert, dat je dat misschien 100 meter verderop tot je baan kunt maken. Dus het past eigenlijk bij elkaar. We hebben mooie horeca in de binnenstad. Maar ook in de kern hieromheen zijn natuurlijk heel veel horeca. En al deze kinderen, want rond de
60% van het onderwijs, de leerlingen uit het onderwijs, die komt van buiten Schagen. Nou, die kunnen dan hier een mooie opleiding laten verzorgen en dan uiteindelijk uitzwermen over de regio. Maar vooral in Schagen en de nieuwe gemeente Schagen. Dankjewel. Graag gedaan.